Dus ja, als hij op de electric move die hij is, een Lando zou kunnen inzetten, dat zou misschien eventueel, als het spek zou zijn, wink wink, goede play dan. I did the same for you. Maar ik heb mijn move altijd al ingelokt. Ja, dat is niet mijn fout, dat ging luisteren. Het is allemaal verkeerd, zeg eens. Alright, welkom beste mensen, welkom bij ronde 3. Nu gaan we tegen Lennart en Rani gaan tegen elkaar spelen. De enige twee spelers die nu op het moment 2-0 staan. Nu iedereen gaat tegen iedereen spelen, we hebben maar 6 spelers. Maar, wat, we're having fun. Zo is, het komt helemaal goed. Dus laten we eventjes naar de battle gaan. Dus we hebben nog wat Pokémon's laten wisselen. Nummer 3 was gewisseld, Lennart is zijn Dragonite kwijt. Bij Rani is ze haar Hydreigon kwijt. Ondertussen... Dus de 10 zien er nu al wat anders uit, zoals u ziet. Grappig genoeg heeft Rani 2 van Wim zijn Pokémon, zie ik nu. Wim heeft het speciale team, waarbij hij iets bulkier team had. En nu wordt langzaam maar zeker Rani haar team ook wel vrij bulky. We hebben dan net ook gezien dat Lennart zijn Blaziken natuurlijk ook een gevaarlijke Pokémon was. We hebben gezien dat zijn Tapu Koko ook een heel goed Pokémon had. Zijn Koko, zijn Landorus, zijn Keldeo en zijn Mimikyu eens meegenomen. Maar, en zijn Dragonite ook. Maar nu, natuurlijk, de Dragonite is nu geëvolueerd in een Dragapult. Hij is gestorven. Ja, dat is wel niet. Alright. Oké, Rani, mensen, succes. En Lennart zegt gewoon, dank u. Dit is de standard customs. Veel plezier. Oké, we zien de Slowking lead en Lennart met de Keldeo. Nu, Slowking is natuurlijk wel een hele goede match tegenover deze Keldeo. Keldeo is een Pokémon die voornamelijk water en fighting moves spamt. En Slowking is zowat de bulkiest Pokémon. De Pokémon die je niet zo graag zou willen zien tegenover deze Keldeo. Dus we zien hier een flipturn, een nieuwe watermove die ervoor zorgt dat je kan wisselen. Nu, het toste van flipturn is dat deze in Frans betekent dit au revoir. Beste naam ooit, omdat O geschreven wordt als water. Goodbye, en dat is echt geweldig. We zien een future side van Slowking. Slowking is natuurlijk een heel bulky Pokémon. Maar ook heeft een respectable amount of special attack, waardoor deze future side, een base 120, toch binnen 2 beurtjes heel wat damage kan doen. Oké, de Slowking retreat. Toch geen ghost move willen pakken. We zien een Moltres die inkomt hier. Moltres is pressure. Het is geen flame body Moltres. Dat is ook ineens goede informatie. We zien een shadow ball uitkomen. En we gaan zien hoe dat deze Moltres dat pakt. En laten we zeggen dat deze Moltres helemaal niet pakt. Maar met de Spedef drop gaat deze Moltres dat zeker en vast niet overleven. Nu, Moltres is een bulky Pokémon. Maar Dragapult is natuurlijk een pseudo-legendary as well. En doet wel veel damage met zijn shadow balls. Ziet nog een Shadow Ball en deze Moltres gaat toch neer. Maar 2 beurten zijn gepasseerd, dus dit betekent dat de Future Sight uitkomt. En we gaan zien hoeveel damage. Toch een mooie 50% op deze, iets meer dan 50% op deze Dragapult. Altijd goed om te hebben. En we zien deze Tapu Koko uitkomen. Nu, Tapu Koko is natuurlijk een Pokémon die nog altijd trager is dan deze Dragapult. Maar we hebben dat straks gezien dat met een Shadow Ball een Koko het kan eventueel nog pakken. Deze kan nog een Shadow Ball pakken. Maar natuurlijk, deze Koko gaat natuurlijk voor een Dancing Gleam moeten gaan in plaats van een Thunderbolt, omdat een Dancing Gleam natuurlijk geen Dragapult kan raken. En we zien de switch naar de Landorus, een mooie Intimidate op deze Koko. Dancing Gleam komt uit en we gaan zien hoeveel damage dat we doen. Toch niet zoveel als Lennart zijn Landorus en we zien dan zijn Koko van vorige ronde. En we zien dan ook eens dat de Landorus leftovers is. Oké, de Tapu Koko gaat voor een U-turn. Nu, we weten ook al dat Moltres weg is. En we weten wat de eerste Pokémon is die Rani had. En dat was de Slowking. Nu, na 2 rondes van Pokémon aan te wisselen, lijkt dat Rani haar offensive kracht toch wat minder is. Maar dit heeft ingetraind voor wat bulk. Nu, dit is natuurlijk een 3 versus 3. Dus dat betekent dat je minder antwoorden kunt vinden natuurlijk voor elkaars Pokémon. Wat maakt het een beetje gokwerk wat je denkt dat je opponent gaat brengen natuurlijk.
Cloaking pakt toch de earthquake respectabel op. Landorus gaat voor de U-turn. Deze is natuurlijk super effectief. Gaat nog altijd veel doen. Ongeveer evenveel als de earthquake. En we zien ineens ook dat Lennart kan switchen naar zijn Coco of naar zijn Dragapult. Kelio, ja. We zien een Scald uitkomen van, op deze Kelio. Zien we de burn? We zien geen burn. Maar in Slowking staat nog wel vrij laag. En, maar Slowking is een bulky Pokémon. Kan deze eventueel een Hydro Pump pakken of een Scald of een Secret Sword? Hangt er vanaf. Hij staat nog wel heel laag, dus het is moeilijk om te zeggen. Rani kiest er toch voor om deze Slowking nog te bewaren. En we zien de Tapu Koko inswitchen. Hydro Pump van Kelio, maar spijtig genoeg mist Lennart zijn Hydro Pump. Nu ja, het is niet dat Lennart mist, zozeer mist, het is eerder de Kelio mist. En we zien nog een Hydro Pump. Kelio is sneller dan de Koko, dus we zijn al zeker dat deze Koko, dat deze Kelio een Scarf variant is. Die Dazzling Gleam van de Tapu Koko. En haalt deze Kelio niet neer. Dus dat betekent dat deze Kelio gewoon free reign heeft en eventueel nog een Hydro Pump kan uitkrijgen. Nu, Rani heeft natuurlijk wel in de bag een goede Pokémon, genaamd de Slowking. Slowking is natuurlijk met zijn Regenerator Ability, heeft deze nog een beetje HP over. Maar het probleem is voornamelijk dat het ook nog altijd een Landorus en een... dat er nog altijd een Dragapult en een Coco daarachter, Landorus staan. Ja, sorry, ik ben door mijn Pokémon's aan het heen bazelen. Oké, we zien de Kelio Switch. Natuurlijk, Slowking die pakt de Hydro Pump vrij gemakkelijk. Landorus komt in. Voor wat gaat deze Slowking? Gaat deze voor een Scald of voor een Future Sight? Deze is voor een Slack-off gegaan. Toch nog een beetje healing te hebben. Wat een goede play is. Want we hebben al gezien dat deze een Earthquake kan pakken. En we hebben ook al gezien dat deze een U-turn kan pakken. Nu natuurlijk. Landorus kan U-turnen naar eventueel de Kelio. Oftewel naar de Dragapult, oftewel gewoon voor een sterke earthquake gaan voor damage. En hij kiest er toch voor om voor de earthquake te gaan. Goede damage op deze Slowking te hebben. Nu wacht hij de Slowking doen. Ga voor de Future Sight, predictende dat deze Landorus eventueel voor een U-turn ging gaan. Maar jammer maar helaas, deze Landorus ging voor earthquake. Dus dat betekent dat deze nog eens voor een earthquake kan gaan. Voor een earthquake van een knock, oftewel zelfs een U-turn van een knock. En we zien inderdaad de U-turn op de Slowking en haalt deze neer. Slowking was wel een goede Pokémon voor tegen Kelio, maar hij had een beetje een mindere matchup. En het is ook een beetje een prediction game natuurlijk, tegenover de Dragapult en de Kelio. Dragapult komt in en langs de andere kant van Rani gaat de Coco inkomen. We weten al dat Dragapult sneller is dan Coco. Maar we weten ook dat deze Coco vrij laag staat, dus dat deze Dragapult makkelijk deze Coco kan neerhalen. Tenzij Lennart Draco Meteor of zo. Maar dat zie ik niet direct gebeuren. We zien ook ineens een verse Electric Terrain, maar het kan natuurlijk ook zijn dat deze Dragapult modest is en toch trager is. Maar nee, het is inderdaad sneller. De Shadow Ball en Tapu Koko gaat neer. Dus goed nieuws, Lennart weet nu ook ondertussen dat de Slowking Future Sight, Scald en Slack Off heeft. Dan heeft Rani natuurlijk aan de andere kant heeft ze informatie over Kelio, dat deze Scarf is. Dat Dragapult special is en dat zelfs Landorus ook Earthquake U-turn vrijwel doet op een Slowking. Dus we gaan ineens zien of dat de mensen hier van teams gaan veranderen en ineens een ander idee hebben voor wat ze nu willen gaan doen. Oké, we zien van alles natuurlijk. Nu, wat kunt je doen? Wat kan Rani anders doen natuurlijk? Ze wil natuurlijk in een betere positie zitten dan daarnet. Daarnet was het probleem dat ze niet echt een switch in had voor... wat is de naam? Voor Dragapult. Dragapult deed heel veel damage natuurlijk. Nou, de Moltres nam het niet zo graag. En eigenlijk niets neemt graag een Ghost Move op Rani haar team. Shadow Ball is en blijft een hele sterke move natuurlijk. Oké. Sorry, ik ben eventjes aan het viben naar de muziek toe. Nee, het is de Lair. Dynamax Lair.
Maar ja, Leonard heeft ook al gezien dat Kelio natuurlijk niet veel kan doen tegen de Slooking. Maar natuurlijk heeft andere opties. Heeft zo Coco als dragapult om veel damage te doen. En als we kijken... Allez, jullie zien natuurlijk wat Leonard zijn items allemaal zijn op zijn Pokémon's. Maar dat is voor Future Rani om te bekijken als je deze video nog eens gaat bekijken. Of dat ze het gewoon gaan vragen aan Leonard na deze match natuurlijk. Met 9 seconden op de klok heeft ze besloten en we gaan zien wat er gaat gebeuren. Alright, let's go! Rani vs. Leonard, ronde 2. Laat ons eens zien wat er nu gaat gebeuren. We zien Rani beginnen met de Tapu Koko. Tapu Koko, snelle Pokémon, goede Volt Switch, gaat vrij snel. Maar daar komt de Dragapult. Nu hebben we dat straks ook al gezien, nogmaals. We hebben alles gezien. De Dragapult is sneller. We weten dat. Shadow Ball heeft de Coco neergehaald toen hij op 10% zat. Nu, geen moeilijk feit, maar toch nog altijd belangrijk om te weten dat de Dragapult effectief sneller is. Tapu Koko natuurlijk kan eventueel switchen, maar wat is de go switchen? Dat is natuurlijk de vraag langs Rani haar kant. Heeft ze er zelfs een? Dragapult gaat voor de U-turn. Een beetje damage nu dankzij Fairy Typing. Resist Rani deze U-turn met Tapu Koko. En gaan zien voor wat er deze zometeen gaat gaan. We zien Leonard hetzelfde plan hebben en gaat naar de Landerus. Nu, Rani is waarschijnlijk niet voor een Thunderbolt gegaan, maar eerder voor een Dazzling Gleam ook weer. Dus weer een beetje damage op deze Landerus. Mooie damage, weer net zoals ervoor. We zien dat het ongeveer een mooie 30% deed. Met leftovers maken we daar een mooie 25% van. Nu, Leonard kan gewoon voor een Urquick gaan, terwijl Rani voor een U-turn gaat, toch voor een beetje chip damage. Damage is altijd damage, altijd belangrijk om te weten. En dan gaan we zien of dat Rani hiervoor een switch heeft. Natuurlijk, eerder had ze Slooking mee voor deze Landerus zijn Urquakes op te sponsen. Maar nu gaat ze misschien iets anders mee hebben. En we zien de Hippowdon inkomen. Hippowdon natuurlijk zelf ook een ground type, maar ook een heel bulky typing. En we zien Landerus U-turnen, maar we zien dan ook ineens dat deze Hippowdon geen Sandstream is. Zeer interessant. Dat is waarschijnlijk ook wel omdat op het team van Wim origineel is dat natuurlijk wel de bedoeling dat je je eigen Pokémon niet raakt met Sandstorm. We zien de Keldeo inkomen. Keldeo natuurlijk makkelijk kan een Hydro Pump gaan of een Scald zelfs om deze Hippowdon neer te halen. Rani geeft natuurlijk wel eventueel de Slooking in de back om eventueel deze moves op te sponsen. Of een andere Pokémon eventueel. Ik ben eventjes aan het denken wat ze nog kan hebben. Ze heeft geen Garchomp meer. Nee. Dus zien. Heeft de Slowking toch mee, dus we weten ineens ook Rani haar 3 Pokémon. Ze heeft een Slowking, een Hippowdon en een Coco. We zien de Hydro Pump uitkomen op deze Slowking. Niet veel damage. Yummy, yummy. He's got love in my tummy. Nu, we weten dat Coco ook Specs is, dus dat betekent dat deze Slowking, dat deze Keldeo gaat switchen en dat deze, of niet, kan altijd Hydro Pump in blijven om deze te sacken om een safe switch in te voorzien voor de Dragapult eventueel. We zien toch een hard switch naar de Dragapult. Heeft deze Slooking iets om deze Dragapult te one-hit KO'en? Slooking gaat voor de teleport. Gewoon zeker van zijn dat deze ook kan switchen naar iets dat een beetje beter uitziet voor hem. Nu, Dragapult is nog altijd een heel, heel, heel enge Pokémon. En we zien de Hippowdon terugkomen. Hippowdon is natuurlijk een bulky Pokémon. Kan ook Spedef bulky zijn, waardoor dat deze makkelijk deze moves, makkelijk een Shadow Ball kan overleven. Hangt er af van de set, we weten het niet. Gaat nog eens voor een U-turn op deze Hippowdon. En rustig maar zeker krijgt deze Hippowdon toch een beetje meer en meer damage. Okay, we zien Landerus terug inkomen. Landerus natuurlijk met Intimidate. Ground moves die werken natuurlijk niet op deze Hippowdon. En Hippowdon gaat voor de Stealth Rock, aangezien dat Leonard toch al vaak heeft geswitcht met zijn U-turn. Met zijn 2 U-turns en flip-turns is het misschien wel een hele goede play om te doen. Om er zeker van te zijn dat dit toch niet unpunished gaat zijn. We zien de electric train weggaan, dus dat betekent dat de Tapu Koko eventueel terug gaat inkomen. En zeker van zijn dat deze train heeft. Wat? Ja. Hippo avoid de toxic, waardoor dat deze nog niet op een timer komt te staan. Ga voor de slack off om toch zeker op full health te staan, zodat deze andere moves kan overleven. Zoals een goede earthquake om te scouten hoeveel damage het deze doet.
Nu zit Rani wel in een vervelende situatie, want ze heeft 3 Pokémon's die geen toxic resisten natuurlijk. Waardoor het iets toxic gaat moeten worden. En nog een toxic miss en Hippo gaat voor de Whirlwind. Waardoor dat we dan nog ineens zien dat deze geswitcht wordt. Dragapult komt in. Is geen heavy duty boots, dus toch damage gekregen ervan. En we gaan nu zien of dat deze voor iets anders gaat gaan. De Hippo staat nog op een goede HP, laat ons dat zeggen. Staat nog op een veilige, goede, ja, goede chunk, hè. En we zien nog eens een U-turn van Lennart. Ik denk nog niet dat hij iets anders heeft geklikt. Ja, nee, hij heeft Hydro Pump geklikt. Dus we hebben al een U-turn en een Hydro Pump gezien. En Toxic. Want Toxic heeft nog niet geraakt, dus dat is iets minder. Natuurlijk. En we zien de Landorus terug inswitchen op deze Zeepoudon. Nu, deze Zeepoudon staat al op min 2. Zijn attack staat nu al vreed laag. Maar hij gaat nog eens voor de Whirlwind om zeker te zijn dat er nog wat Steltrock damage er bovenop komt. En we zien de Keldeo die inkomt. En we hebben ook al gezien dat op Keldeo dat Rani hiervoor Slooking heeft. Nu, we hebben ook verschillende dingen gezien eerder. We hebben gezien dat Leather U-turn speelt en daar geeft hij dan ook nog andere move bij voor Keldeo. En nu is het eigenlijk een 50-50. Wat gaat Lennart doen? Het is natuurlijk niet veilig om zomaar je Hippowdon in te blijven om een Hydro Pump op je klep te krijgen. Oftewel gaat Lennart voor de flip turn. Hippowdon overleeft wel, krijgt veel damage, maar uw Hippowdon heeft dan nog altijd wel de positie. Gaat voor de flip turn. Ja. Pakt deze redelijk goed natuurlijk. En we zien dan ook ineens dat deze Hippowdon nog in blijft. Dus waarschijnlijk Lennart die weer naar zijn Landorus gaat, nog eens een Intimidate eventueel, om dan deze Hippowdon op min 3, zodat deze zeker geen damage meer doet op niks niet meer. Maar deze Hippowdon lijkt comfortabel te zijn met gewoon te whirlwinden. Oké, nu is ondertussen Hippowdon zijn attack zo laag, dat ze ook niet meer weten wat te doen. We zien een mooie slack-off afgaan. Misschien verwachten we dat een Hydro Pump overleeft nu, dat kan heel goed zijn dat deze Hippo een Hydro Pump overleed, omdat deze nogal vrij bulky lijkt. En we gaan zien wat voor deze Landorus gaat. Gaat deze Landorus nog een Toxic missen of gaat deze eventueel deze raken? Gaat deze voor een Earthquake voor damage? Gaat deze voor een U-turn verwachtende? Dat Rani zelf ook gaat switchen? U ziet het zo meteen in de volgende beurt. We zien toch de Toxic en deze keer raakt deze. Het is lange tijd geweest, maar deze... Eindelijk staat deze Hippowdon op een timer voor goed voor Lennart. Gaat voor een Whirlwind toch nog een beetje chip damage hebben op de volgende Pokémon. We zien de Keldeo weer inkomen. Keldeo natuurlijk kan van alles doen. Nogmaals, kan gewoon makkelijk voor de flipturn gaan. Nu verwachten we dat deze Hippo... We hebben voornamelijk enkel Hydro, Whirlwind en Slakoff gezien en Steltrock. Nu, ik verwacht wel dat deze Hippo waarschijnlijk Earthquake heeft, oftewel... Kan hij Toxic hebben, maar dan is het Taunt. Kan een van de twee zijn. Het is nog wat moeilijk om te zeggen. Waarschijnlijk geen Toxic, omdat deze, laten we het zo zeggen, alle NSF Pokémon's resist ook geen Toxic. Resisten niet zozeer, zijn allemaal geen Steel types. Keldeo toch voor de flip turn gegaan deze keer, dus dat betekent dat Lennart weer een gratis switch heeft naar oftewel zijn Dragapult, oftewel zijn Landorus. Nu, Rani krijgt natuurlijk wel met, dankzij haar Steltrox, krijgt ze nu wel steeds chip damage op deze Dragapult. En op Landorus niet zozeer, want deze natuurlijk altijd de leftovers heeft, maar zeker op de Dragapult en op de Keldeo krijgt ze wat damage. Nu moeten we natuurlijk zien voor wat dat Rani gaat. Er is een moeilijke positie. Dragapult is een hele enge Pokémon voor Rani. Mono Ghost. Allee, mono, just, gewoon een go. Shadow Ball doet zoveel.
Ik realiseer mij nu dat ik heel de tijd gemute was. Dus het kort om zo te zeggen, goede play langs de Ranier kant, goede play langs de Lanwester kant. Niet Keldo riskeren om dood te gaan aan de future side, maar Landeren staat nu ook laag, veel lager, wat heel positief is voor Rani. Goede slack-off, predict op de switch-in van Dragapult. We zien nog een earthquake van de Landerus. Gewoon zeker van zijn dat deze hippo toch effectief eens neer gaat gaan. Dankzij de, dankzij de toxic timer en de chip van earthquake. Oké, we zien de Keldeo inkomen. Keldeo weer hetzelfde. Flip turn. We hebben gezien dat het ongeveer een goede 10-20% deed. Maar ja, Hydro Pump is nog altijd een risico dat je hebt dat nog altijd kan inkomen. Maar zelfs als al zou Rani nu slack over op een eventuele flip turn met de toxic timer die nu opkomt, gaat deze nog altijd vrij veel damage hebben. Misschien nog in positief staan, maar wat dat veel damage blijft in. We zien een flip turn. De Poudon overleeft het nog met 20, met iets minder dan 20 HP. Staat in het rood, gaat deze door de slack off. Gaat deze voor een whirlwind? We zien Landerus nog een keer inkomen. We zien de Intimidate en de Slack-Off afgaan. We gaan zien of dat deze hippo, hoeveel dat deze natuurlijk hield met Toxic Damage. Gaat deze volgens mij net iets terug onder oranje staan. Landerus die net overleed met 3 AP is natuurlijk ook goed voor de Landerus natuurlijk. Terug een beetje Toxic. En inderdaad, in het oranje, we hebben daarnet al gezien dat Earthquake deze hippo niet gaat neerhalen. Maar als Lender Earthquake, dan is deze hippo down. Zeker neer, samen met de Toxic Timer. Nu, het voornaamste probleem is niet deze Landerus. Deze Landerus is vervelend voor de Hippowdom. Het voornaamste probleem is nog altijd de Dragapult. De Dragapult is snel en alles, heeft een sterke Shadowball. Oké, we zien de Earthquake afgaan. Rani gaat voor de Slack-Off nog eens. Om nog eens te healen. Nu met de Toxic Timer gaat deze nog lager staan natuurlijk. En de Landerus krijgt een beetje HP erbij. Wat dan? Ik heb het toch niet gemist. Lennart heeft Stijn heeft ondertussen ontdekt dat Thunderwave kan missen blijkbaar. Hebben we net gehoord. We zien nog een Earthquake uitkomen. Hippo gaat neer en de Landerus krijgt nog eens wat leftovers. Serani staat nu maar op 2 mons. Nu, natuurlijk, de Slowking kan een move overleven van deze Landerus. Maar natuurlijk, je hebt de Slowking ook nodig voor de Keldeo en de Coco. Sneller dan de Landerus, kan eventueel voor Dazzling Gleam gaan, om zeker te zijn dat deze Landerus neergaat. En ik denk dat Rani net realiseert dat ze naar Coco kon gaan, denk ik. Want ze zit met haar hoofd in handen. Maar dat gebeurt, dat is een mistake, dat gebeurt. Ik heb het ook al vaak gemaakt. Nu, Slowking overleeft sowieso wel nog 1 move. Kan eventueel voor een scout gaan, kan eventueel voor een teleport gaan. We zullen zien maar voordat deze gaat. Oké, overleeft nog net en gaat voor de slack-off. We zien deze Slowking natuurlijk niet veel. En ik denk dat deze net iets meer damage heeft genomen dan deze terug heeft geheeld. Dus, en deze andere staat terug ineens in het oranje, dus bijna terug. Ja, toch vrij goed. Bijna terug in range om een Dazzling Gleam terug te kunnen overleven. We zien nog een Earthquake afkomen op deze Slowking. Slowking toch iets meer HP deze keer. Een low roll lijkt het. En we zien een Scald uitkomen op deze Landerus. En de Landerus is neer. En ja, de crit maakt er natuurlijk niet uit. Landerus was vrij laag. En nu komt de Dragapult in. En Dragapult is natuurlijk hetgene dat het engste is en daarop kan Rani geen Tapu Koko inswitchen en daar kan ze ook geen, kan ze ook doen, maar dan gaat deze Slowking neer. Het lijkt curtains voor Rani, tenzij dat er magisch iets gebeurt, ik weet niet hoe wat eigenlijk. Als Lennart heeft besloten om geen Scald meer te klikken op Keldeo somehow en dat Koko de Shadow Ball overleeft, dan heeft Rani een kans, maar op het moment lijkt dit heel, heel erg dire.
Dan heb je pot, ga daarna voor de Shadowball. Ga voor Slowking en Slowking gaat neer. Dus nu is de Coco. Nu de Coco en een droom. Nu Leonard kan natuurlijk ook de Stunt of Die strategie toepassen, waardoor dat hij het hydro pompen. Hij zit nee te krikken aan mij, dus ik vroeg van en hij is kennelijk van niet. Tapu Koko komt in. We hebben dat straks eerder gezien dat Shadow Ball, dat een Tapu Koko deze zou kunnen overleven. Depending on the set. We zien de Shadow Ball uitkomen. Koko pakt deze niet dankzij de critical hit. En het is GG. Zo. En voilà, dat is het. Dat is Leonard wint met 2-0. En daarom wens je dus geen succes aan je opponent. En daarom wens je dus geen succes aan je opponent. Wijze woorden van Leonard. En we zien jullie in de volgende ronde.